Any Common Rock. Het gaat eigenlijk een beetje over je eigen moed en kracht om iets te doen waarvan andere mensen altijd zeggen dat het niet gaat lukken of dat het moeilijk is. En het is een heel hoopvolle song. Ik denk dat het misschien de schrijfsessies met Fink zijn geweest. Hij kreeg heel snel, kon hij mij op precies de goede manier uitleggen hoe ik het beste uit mezelf kon halen. Andere wat echt een heel extreem muziek moment was dat de 3FM Awards. Ik mocht maar een heel klein stukje spelen, maar wel meteen voor 5000 man zo'n afgeladen arena. Dat was echt heel vet. Ik denk niet dat ik ooit een liedje zal schrijven. Of ik heb het in ieder geval nog niet klaar over kleren. Ja, toen Florence Welch bijvoorbeeld vorig jaar voor tijdens de Chanel show stond te zingen. Dat vond ik wel echt super vet. Rihanna. En ik volg echt iets van 4 blogs die elke dag posten wat ze elke dag aanneemt. Echt belachelijk. Mijn meest memorabele modemoment. Ik denk dat dat toch wel de shoot voor Vogue was. Echt super mooie Dries van Noten kleren had ik aan. Mijn absolute fashion verslaving is, denk ik, bling. Het zwarte pak van Supertrash. Die je op 1000 manieren aan kan doen en dat is al vet eraan. En het is echt super lekkere stof. Er is denk ik wel een verschil tussen hoe ik me dagelijks kleed op wanneer ik het podium op ga. Op het podium ben je klein en staat er heel veel licht op je. Dus daar denk ik altijd wel over na hoe je dan daar het beste uitkomt. Mijn motto is eigenlijk een beetje dat er eigenlijk niks te veel is. Het schijnt dat ik in mijn tienertijd jaar na jaar een soort van heel slecht gebreid witte trui had. Die had waarschijnlijk altijd aan hebben gehad. Ik heb het verdrongen, maar laatst was ik aan het opruimen en toen zagen mijn vriendinnen me en zeiden: ja, je had altijd die trui aan, het zag er niet uit. Dat hadden ze ook wel even mogen zeggen eigenlijk.